In deze video gaan we een project, als dat volledig is opgezet, configureren om te kunnen uitwisselen met Qfield. Dus het eerste wat we gaan doen is de nodige mappen en mappen opzetten om de data te kunnen uitwisselen. Dus we gaan een nieuwe map maken en dan eentje voor import. We gaan die eronder zetten. We gaan eerst Qfield en in de Qfield gaan we import folder en dan gaan we nog een export folder aanmaken. Dus de import is om van Qfield naar Qgis te gaan en export dus omgekeerd van Qgis naar Qfield. Dus dat is oké. Die twee mappen gaan we dan opzetten in de preferences. Dus we gaan naar plugin, Qfield sync, naar preferences. En het is hier al opgezet, dus voor import hebben we die folder of die map en voor export hebben we ook de exportmap. Dus voorlopig nog geen cloud mogelijkheden, maar die zouden komen. Oké. En voor we het project gaan verder configureren, ga ik eerst nog labels toevoegen aan de shapefile. Die gaat gebruikt worden in Qfield. Dus we gaan naar properties, naar labels. En dan gaan we single labels doen. En we hebben verschillende mogelijkheden, maar ik ga hier soort toevoegen, dus de boomsoort. Wat zorgt dat als de persoon die met Qfield werkt een nieuwe boom toevoegt, dat ook direct zichtbaar is in de app. Dus we gaan het een beetje kleiner maken. We gaan er ook een buffer rond zetten. Oké. Dat is goed. En de kleur mag zo blijven. Dus dan hebben we tenminste iets van labels die we kunnen zien, dat we kunnen zien. Dus nu gaan we verder met configureren. En daar kunnen we deze knop voor gebruiken of via plugins en dan heb je hier ook configure. Ik ben ze er even bij halen, een beetje groter maken. Dus unieke straatnamen, er staat default op no action, dat is oké zo. De shapefile zelf die we gaan gebruiken om de data in te voeren, die moeten we wel veranderen, dus die gaan we op offline editing zetten. En dat maakt dat de data niet telkens wordt gemerged. Dus als er nieuwe data bij komt, gaat die niet alles overschrijven wat er op dat moment al is, maar gewoon toevoegen. Oké, de rest mag blijven staan. En dan hebben we in Qgis alles opgezet wat nodig is en is het project nu klaar om geëxporteerd te worden naar Qfield. Dat is deze knop, dus package for Qfield, of we gaan weer via de plugins Qfield sync package for Qfield. Normaal gezien zou je hier de standaard exportfolder moeten aangeven. Ik kan die er ook zo bij halen. Dus we gaan naar Qfield en dan naar export. Select folder en dan heeft hij die. En dan, vermits we hier alle data juist klaar hebben staan, klikken we op create. Is klaar. Dus als we nu gaan kijken,
naar de folder. Naar Qfield export, dan hebben we alle data hier geëxporteerd vanuit Qgis. En vermits we alle shipfiles in een geopackage bestand hebben gestoken, zien we dus inderdaad maar één bestand hier. Dus dat staat klaar.